andere kanalen. Gaat hij nou niet naar Arnhem? Tuurlijk mensen, hè? Ze staan weer bij elkaar, dus ik moet naar Arnhem. En daar zijn we dan, de reveal van Arnhem bij Gelderdoom, hier de mega kermis. Ik ga je laten zien wat er allemaal staat. Nou, die hier achter me, die staat er sowieso. Wij beginnen als we op het terrein zijn met een prachtige draaimolen, mensen. Ik weet even niet van wie die is, maar dat maakt ook helemaal niks uit. De Crazy Jumbo. En die is van Lemmerman. Een van de mooiste Jumbo's hier in Nederland. En hier de Gladiator van Remco Kriek, mensen. Ja, en je hoort het aan de jingle. Het is eigenlijk een attractie die alleen maar Duitse tour doet. Het is wel een Nederlander hoor. Maar hij doet eigenlijk alleen maar Duitse kermissen op Tilburg na vaak. Maar nu dus hier in Arnhem in plaats van de Mega Booster die in Laren staat dit jaar in plaats van Arnhem. Ja, dat is een goede vervanger. Een over de verwachting een goede vervanger. En neer, en op, en neer. Ja, lekker mensen, lekker jumpen hier, tenminste trampoline springen. Daar de grote familieachtbaan van Buwalda, met een nieuw gespoten kassa, heb ik mij laten vertellen. Lost Escape Adventure van de Haan, mensen. Een van Nederlands grootste kwaliteitsattracties. En mijn favoriete loopzaak. En daar Wimpy's prijzenpaleis. Ja, van de spanning stijgt erin op de hals, uitzoek. Oei, 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 net ernaast. Rustig gooien, jongeman, rustig. De ring proberen zo recht mogelijk te werken. Ja, jongeman. Wederom bij dat Coca-Cola-spel uitzoeken. Iets te laat. Rustig gooien, jongens. Oei, oei, oei. Dat zag ik. Kom mee, de leg. Ja, ik zag het er wel. Die zag het er ook, ja. Oeh, oh. Jammer. Weer zo'n prachtige zaak, mensen, waar altijd bewegingen in blijft qua vernieuwingen. De Fun Factory van de poort er echt voor de familie, maar dan wel ja, de jongere deelnemers van de familie. Dit straatje staat wat korter op elkaar als vorig jaar. Ook heb ik het idee dat er één richtingslooproute verdwenen is. Maar goed, dat maakt niet uit. Hier, Hawaii Swing. Weer zo'n topzak die eigenlijk alleen maar in Duitsland te vinden is. De propeller van Odelman heeft op dit moment storing helaas. Misschien dat ik vanavond even wat beelden kan schieten dat ik hem ertussen kan doen. Anders is dit er en zal ik nog wat andere beelden van eerdere kermissen ertussen doen. Gaat hij nou dan Tilburg? En ja, bijzonder dat hij hier staat. Ik vind dat ook een leuke zaak. Er zijn er twee van gebouwd. Eentje hier in Nederland, die dus over het algemeen in Duitsland reist. En eentje in Frankrijk. Mooi groot terras voor deze snackkraam. Alleen moet ik je zeggen dat qua meetlint ik toch wel twijfel of die banken rug aan rug wel 1,5 meter aan elkaar staan. Ik heb dat even met mijn metselaars oog bekeken. Dat is niet helemaal het ding. Maar goed, daar zal ik verder niet over zeiken, want ik ben ook die corona helemaal stroombeu. Overigens daar weer een grijpers. Daar nog de Hawaii Swing met de achterdus. De minicars en daar nog de pusher van Greenspun. Ja, en daar is hij dan, mensen. Ja, ja. In de winter veel van kunnen zien. De nieuwe breakdance voor de Porter. Breakdance nummer 1. De tweede breakdance nummer 1 in Nederland. Met heerlijke muziek. In België was het zonder meer de snelste nummer 1 breakdance die ik ooit gedaan heb. Er zit Fire Fun op, die zag je misschien net al even in beeld. De lichtmasten zijn terug, overal ook van achter. Vlaggen op de achterwand. Boxen hangen weer netjes op, de diamant is terug, de discobol is nieuw gemaakt.
Kortom, deze breakdance ziet er weer tiptop in orde uit. Oh ja, de zatkuizen vergeet ik ook nog eens een keertje. Prachtig. In België was het zeker een hele goede breakdance. En we gaan zo meteen eens even kijken hoe dat hier in Nederland is. Maar ik ben daar niet bang voor dat dat slecht zal wezen. Dan denk je, dan heb je dat gehad, hè? Fire, Fun en al die andere vernieuwingen, veranderingen. Moving Heads, ook nog aan het rijtje toe te voegen. Een breakdance die je in de toekomst in de gaten moet houden. Een breakdance waar we nog veel van gaan zien. Een breakdance waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Niet alleen qua uitstraling, maar ook qua rit. Meer erover ga ik nu niet vertellen. Maar ga ik vertellen in een podcast. Nieuw ook van Sasha van Greensfun, de Pink Date. Echt een prachtige zaak die echt, ja, toch wel denk ik gericht is op het vrouwelijk schoon. Die hier ja, echt vrouwelijke dingen kunnen pakken. Echt van die hele grote beren zie je daar. Ja, ik denk dat dit echt een vrouwenattractie is. Alhoewel, je kan natuurlijk ook als man hier knippen. Knippen, altijd prijs. Tenminste niet altijd, maar wel vaak. En dat je daar een vrouw mee kan versieren. Overigens heb ik begrepen dat die beren die erin zitten, die zijn niet goedkoop, mensen. Ja, Geistervilla, nu het enige spookhuis met 3 etages in Nederland. De trillen van Lemmerman. Prachtig ding is dat die heel erg vol zit. En het valt me op dat het hier in Arnhem heel erg druk is. Drukker als vorig jaar. Oh yes, wilde gitaren met een rock'n'roll, baby. Van Dijnert is gehuurd door Otte dit jaar, omdat de dance mix verkocht is naar het buitenland. Meer erover hoor je in de podcast natuurlijk. Prachtige zaak, mensen. Daar zie je het verschil tussen Nederland en Duitsland. Hè. Kijk die uitstraling in de achterwand. Hier ook van voren en die kassa die helemaal mooi aangekleed is. Dan zag de dance mix er toch een stuk kaler uit, waar ook niks mis mee is hoor. Maar ja, Duitsland gaat meer op de uitstraling. Wij wachten op jou, ja, je kunt mee. Dus, dit was overigens ook een extra lusje, waar we nog de trillen zien en de rock'n'roll. En dan hebben we hier de Star Wars van Swinkels. Toch jammer dat hij nog steeds zijn achterwand niet volledig heeft staan. Maar goed, ja, ik weet de achterliggende reden daarvan. En ja, daar moet ik respect voor hebben, dus het is helaas niet anders. Daar zien we hem weer. Laatste keer dat we hem tegenkwamen was vorig jaar op mijn thuiskermis, de kermis in Goes, mensen. En nu staat hij hier bij Arnhem gewoon even lekker te zwieren en te zwaaien. De Around the World XXL van Van der Beek. Ook een Nederlander die over het algemeen ook alleen maar in Duitsland reist. Maar nu wegens de corona wijkt hij uit naar Nederland. Ja, en daar kunnen we toch alleen maar blij mee zijn. 80 meter hoge Starfly gebouwd bij Funtime. Wat een prachtig ding is en blijft dit met ook nog eens goede ritten. Ik hou ervan, want ik vind het wel leuk om altijd een ritje te doen in deze Around the World XXL van Van der Beek. Aries Bungee hier, 30 meter hoog. En daar Glaslof Viva Las Vegas. Hier dus Viva Las Vegas met dadelijk lachspiegels erbij. Is en blijft een mooie glazenhof. Het grootste glazenhof van Nederland ook, hè. Daar Town XXL. En daar weer een pushje en weer van Grinsven, de tweede van Grinsven. Adventure Ride van Dauphin. Aqua Blaster, weer een Pink Date, ook van Sasha van Grinsven, maar dan de kleine versie. En de nieuwe zaak van Toon van Weert, de Virtual Experience.
ja, deze winter nieuw gebouwd en lijkt een beetje op die van Stroeken, mag ik dat zeggen? Nou ja, ik heb het nu toch al gezegd, dus is zo. Is altijd een grappig dingetje om te doen, meer als dat niet. Je moet het niet te vaak doen. Ja mensen, en daar is hij dan weer hoor. De chaos van Toon van der Weert, Nederlands beste Efteling-bunner. Nou ja, Sweels beste Efteling-bunner mag ik wel zeggen. Ja, door deze attractie kan ik geen enkele andere Efteling-bunner nog goed beoordelen, want elke keer als ik in een andere Efteling-bunner denk, een stap denk ik, oh ja, chaos is toch beter. Ja, dat is nou eenmaal zo. Terwijl die anderen niet eens slecht zijn hoor, maar ja, deze geeft zulke ramgoede ritten weg. Dat is niet normaal. Mijn favoriete attractie van Nederland, de chaos van Toon van der Weert. Dit zijn de beelden die je alleen maar hier op de Pettenkaas ziet, mensen. Wat verdikken me, hè? Korterbij kom je nooit. Hij vliegt zo dwars door je beeldscherm, mensen. Kijk, hoppa! Zo de huiskamer in. Het is ondertussen ietsjes later, mensen, maar ik heb nog een update. Want ik begon spontaan ineens een liedje te zingen van Mouten McNeil. En ik zie Raymond heel bedenkelijk kijken. Ik denk, Mouten McNeil, nog nooit van gehoord. Ik zie je ster, ken je dat liedje? Ik zie je ster. De ster doet het weer, mensen. Midden in de klepel doet de ster het weer. Ja, dat zijn nog even de updatejes, hè. We zien bijna alles. Ja, en mega kermis, dat roept dus mega attracties op. We hebben er net al een paar gezien. Dit is het grootste funhouse van Nederland op dit moment aan de reis. De Hero City is van Frank Zuidema. Zit er zo'n prachtige funhouse. Er werd wel gezegd wat een schermen, mensen. Daar moest ik om lachen. Autoscooter van Ekkelboom. En dan zeggen we op. Totsi, botsi, knotsi, mensen. Ja, breakdance nummer 2, mensen. Van de nieuwste breakdance van Nederland naar de beste breakdance van Nederland. De future dance van Michael de Voel, mensen. Ja, ik heb er eigenlijk weinig bij te vertellen, want ja, het is toch altijd hetzelfde. Oh ja, ik kan nog wel iets vertellen. Zatkruisen. Er wordt wat in mijn zak gestoken, mensen. Wat wou ik nog meer zeggen? Zatkruisen. Bewonderend wezen, exploitant. Maar ja, dat wist je al. En dat komt omdat hier niet zomaar iets veranderd wordt aan de Future Dance. Maar dat er eerst heel goed over nagedacht wordt. Hier heb je dus de Future Dance, een rondom open zaak, en dan denken ze, we gaan een achterwandje creëren. En dan staan hier, ja, mooie transporten hoor, maar ja, het staat hier wel in het zicht. Ik vind dat dan toch jammer, ik had deze toch uit het zicht gezet, als je het mij zou vragen. Maar ja, je mag het mij niet vragen, want ik heb hier geen ene flikker te vertellen. Ja, dat is dan één klein kritisch puntje, maar ook dit weer zakzeikerij. Er staan hier veel geweldige zaken en als je het dan over een geweldige zaak hebt, dan heb je het ook zeker over deze, de reactor van Boesveld. Eén van de betere zaken van Nederland. Oké, gaat hij nog een beetje goed? Ja, hij gaat goed. Wil je nog een beetje meer? Ja, we willen meer. Beetje ja. Een beetje meer tempo. Zeker, ja. Oh, maar dat hoeft niet hoor. Shirt uit de zwaai hoeft niet. Houd de shirt maar aan. Geweldige zaak, mensen.
mensen dat wij een podcast hadden. Wij hebben namelijk de enige kermispodcast in heel Europa. Over kermis dus. Of Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. We hebben boos geleerd over top 5 opgenomen. Met verschillende mensen. En daar gaat het ook over deze attractie. Waar zou die eigenlijk staan dan, hè? Voor de top 5 van Nederland. Je hoort het in die podcast. Dus zeker luisteren naar de Petka Kermispodcast. De IJskoman. Een poffertje salon. En de Supermaus. Dan hier de Extreme Trip. Die stond tot gisteren. Eergisteren, sorry. Nog de Beach Party van Reporter. Alleen die is verwisseld voor deze WIP, omdat de Beach Party op dit moment in Schijndel zijn rondje zat te draaien. Razorama van de vloer. Ja, uniek. Maar ja, niet helemaal meer uniek, want we gaan er in Bergen op Zoom natuurlijk ook nog even tegen. Maar het is wel nog steeds een leuke zaak. Je ziet het ook, hij is best wel geliefd. En ik snap dat wel, als dat in mijn jeugd was, was ik ook ingegaan. Dit is denk ik een goede opstap richting grootformaat. Als Poliep dit jaar, de Pandora Poliep van Straub. Ik moet je zeggen mensen, toen ik hier het terrein op kwam lopen, was mijn eerste reactie. Hij ziet er qua kleur, combinatie en zo, beter uit als dat ik op de foto's, video's en noem het maar op zag. Ja, ik vind het eigenlijk wel vet uitzien. En Raymond is fan van de ouderwetse turbokappen en de halogeenverlichting. Nou ja, die kan zijn geluk hier ophalen bij deze Pandora Poliep. Wat, het zit er allemaal op, allemaal halogeen. En dat was de kermis hier in Arnhem, mensen, bij de Gelderdoom, de mega kermis. Ja, mensen, alles wat je gezien hebt hier is kwaliteit. Ja, dat is gewoon zo, mensen. Alles wat je gezien hebt in deze video is kwaliteit. En dat is fantastisch. Er staat hier gewoon een donders goede kermis. Een van de betere kermissen, denk ik, van 2021 in Nederland. Dat heeft Frans Tuijen gewoon weer keigoed gedaan. Ik bedoel, ja, het enige nadeel, misschien de twee breakdancers, maar zoals ik begreep, heeft dat elkaar niet echt heel erg gebeten. Dus ja, Future is goed. Breakdance de Porter is goed. Heb je niks over te klagen. Het is gewoon een goede kermis, mensen. En ik hoop dat hij volgend jaar er weer staat. En ik hoop dat de kermis ook mogen blijven. Want ook dat begint vanaf vandaag heel spannend te worden. Maar ik hoop het van harte. Ik hoop niet dat dit een korte openingsduur is geweest. Maar dat er nog veel mooie kermissen mogen volgen. En wij zijn heel snel weer terug met een nieuwe review hier op dit kanaal. Mocht je het leuk gevonden hebben, abonneer en like. En oh ja, even misschien leuk te vertellen. Ja. Janno is begonnen met reportages. Zeker. Dus als je dat nou wil zien, kijk op het kanaal Kermiskit. Waarschijnlijk komt er even zo'n dingetje boven. Nee, er komt helemaal niks bovenin. Jammer. Maar het is, mensen kennen het allemaal. Maar het is echt leuk om te kijken, mensen. Ja, nieuw format. Ja. Dus, mensen, doe het ook, joh. En abonneren, hè. Joejoe.